Het bed, een salonwasbak, hoofd- en neksteun. Adrian, een professionele Engelse kapper die al meer dan 28 jaar ervaring heeft, zal demonstreren hoe u het beste de headbed kunt gebruiken. Na 3 maanden de headbed constant te hebben gebruikt, is Adrian een gepassioneerd gebruiker van dit veilige toestel voor de nek van zijn klanten. Veeg de wasbak droog voor u de headbed erop plaatst. Maak de zuignappen nat met wat schoon water en plaats het hoofdplatform in het midden van de nekronding. Kies de adapter die het beste bij de diepte van uw wasbak past. 97% van uw techniek blijft precies hetzelfde, net als de toegang tot het haar. Alleen een klein gedeelte onder het hoofd rust op het ondersteunende platform en u kunt er gemakkelijk omheen werken. Uw klant zal gewend zijn om het gewicht van het hoofd te dragen. Plaats daarom het hoofd gelijk tegen de wasbak en tilt het hoofd naar achteren tegen de headbed. Vraag: is uw nek comfortabel? Als dit niet zo is, moedig uw klant aan om zijn of haar positie zelf aan te passen tot uw klant comfortabel zit voor u begint. Als u een zelfverzekerde ja krijgt, ga dan verder. Het is niet meer nodig de handdoek zo hoog in de nek te plaatsen. Plaats de handdoek laag om de nek zodat deze niet in de weg zit en de huid van uw klant tegen het headbedkussen rust. Dit creëert de perfecte sluiting tegen de huid voor een gemakkelijke verwijdering van de kleur en voorkomt een waterlek. Bij het verwijderen van een kleur emulgeer eerst aan de onderkant van de nek en veeg alle overbodige kleur weg. Zorg vervolgens dat de klant weer comfortabel naar achteren gaat leunen, zodat u gemakkelijker met het hoofd van uw klant kunt werken om enige spanning op de nek te voorkomen. In een diepe wasbak zonder een headbed zal het hoofd van uw klant scherp naar achteren vallen en het zo moeilijker maken de nek te bereiken. Zie hoe de kleur gevangen wordt bovenaan de top van de headbed, het bewijs van een perfecte afsluiting zonder enige lekkage in de nek. Veeg dit op om te voorkomen dat de kleur op de huid van uw klant komt voor u verder gaat met het spoelen en de shampoo. Als het hoofd van uw klant verder naar achteren en meer in de wasbak valt, zal dit u assisteren in het uitspoelen van de producten. Veel klanten neigen lager in de wasbak te zitten in een poging het oncomfortabele gevoel in de nek te verwijderen door de nek rechtop te zetten. Maar dit hoeft niet meer met het headbed. De klant kan nu hoofd en nek ontspannen en het werk voor u gemakkelijker maken. Om de laatste 3% haren te spoelen, tilt zachtjes het hoofd naar één kant. Spoel en doe hetzelfde voor de andere kant. Plaats zoals gewoonlijk uw hand onder en bovenaan de achterkant van de nek. Vertel uw klant dat u het hoofd zal optillen. Het is niet nodig voor de klant hierbij te helpen. De druk die u tijdens het wassen op de neerwaartse slag uitoefent, veroorzaakt geen extra belasting op de nek van uw klant meer. Het hoofd van uw klant wordt namelijk ondersteund door de headbed. Hetzelfde geldt voor de massageslag. Zie hoe zonder een headbed het hoofd naar achteren tilt en de nek belast. Everybody loves the idea of a scalp massage, but unfortunately, is their necks aching by now? Yes. They're just begging to get out of the basin. Sommige klanten voelen de belasting in de nek niet, maar genoeg klanten hebben hier wel last van. Hoe kunt u weten wie een potentieel gezondheidsprobleem heeft en gewond kan raken? Zelfs tijdens het handdoek drogen is de headbed er om ondersteuning aan het hoofd te bieden en zo de nek te beschermen tegen ballast. Om af te sluiten, zorg ervoor dat u het hoofd van uw klant uit de wasbak tilt. Het draait allemaal om het comfort en de veiligheid van uw klant. Wij zijn het hun verschuldigd te leren hoe we de headbed moeten gebruiken. Een kleine, maar belangrijke verandering voor een betere toekomst.